Eu já lavei o meu carro, regulei o som. Já tá tudo preparado, vem que o drag é bom. Menina, fica à vontade, entre e faça a festa. Me liga mais tarde, vou adorar, vão nessa carta. Me liga mais tarde, tem balada. Quero que te você na madrugada, dançar, pular até o som raiar. Carta, me liga mais tarde, tem balada. Quero que te você na madrugada, dançar. Nu buiten gekomen is om samen met elkaar deze hele prettige, heugelijke dag te vieren. En dat is de opening van de nieuwe sporthal met bijbehorende accommodatie. Ik ga u niet vermoeien met allerlei technische details. Hoe groot het is, 2000 vierkante meter. Hoe groot de inhoud is, 15.000 vierkante meter. En hoeveel badmintonvelden, ik geloof al een stuk of 9 er zijn. Nee, dat kunnen jullie straks allemaal keurig zelf aanschouwen wanneer de sporthal in gebruik wordt genomen. Maar natuurlijk niet zonder een naam. En we hebben een prijsvraag voor een naam hebben we uitgeschreven. En een top 7 van kinderen hebben daar een heel goed goed voorstel voor gedaan. En die zou ik nu graag even naar voren willen. Wil ik graag even de kinderen naar voren. Bram Dufournay, als die er is. Brenda van Hoof. Danny Visseren. Imke Tabak. En Jordi Ansems. Marloes Heikoop. En Tigo Ansems. Nou, ik tel er niet echt 7. In ieder geval, jullie zijn degene geweest die een prachtige naam hebben bedacht. En daar hoort natuurlijk ook een prijsje bij. Er zijn geen verliezers. Allemaal hebben ze een envelop gewonnen. Mirjam die gaat dat zo meteen uitdelen. Maar er is er natuurlijk maar één die de winnaar is. En dat is, geloof het of niet, Danny Visseren. Kijk eens aan, jongen. En dan krijg jij natuurlijk, behoudens die envelop, dan krijg je ook nog eens een keer. Dat kan je wel lezen wat erop staat, hè? Daar kan je wel leuke dingen voor doen, vind je niet? En wat nou ook nog het mooie is, jij mag je eigen naam, die je bedacht hebt, want dat, we zeggen niet welke naam het is, dat doen we niet. Die naam, die, hou je vast, die zit verborgen achter dat grote zeil. En dan gaan we samen een knoop losmaken en dan laten we iedereen hier zien wat voor mooie naam dat jij bedacht hebt. Oké. Nou, jullie hartstikke bedankt. Maar ja, zoals altijd, eentje die heeft de winnaar. Maar hier kunnen jullie in ieder geval ook nog iets leuks van kopen. En ook gefeliciteerd, hè? Tot de volgende keer. Bedankt. Nou ja, hou hem maar vast en laat hem dan maar los. Nou, ik zou zeggen, Danny, ga je gang. Kijk eens aan, zeg. Rietkors en het beeld van het vogeltje. Geweldig. Danny, bedankt. En zolang je hier langskomt, kun je altijd zeggen, kijk. En die naam, die heb ik nu bedacht. Proficiat. Proficiat. Dat wij een aantal gebruikers in ons midden hebben. Ik noem ze even. Dat is Arendse Heldclub. Uiteraard de omnisportvereniging Hirundo. De fysiotherapiepraktijk van Jan Donkers. En ook de stichting SWO gaat hier samen met het klassikaal onderwijs van de beide scholen hier gebruik van maken en gaan hier proberen een, zoals Johan Razenberg ook al zei, een huiskamer van te maken waar ieder zich op een sportieve manier prettig thuis voelt. En eigenlijk is de zaalsportvereniging van voormalige gemeente Hoog- en Laagzwaluwendijk, zo is dat ooit ontstaan. Waar een paar pioniers in het verre verleden, pakker 40 jaar geleden, die zeiden van laten we even wat proberen, volleybal en badminton.
En bij de gemeente aangevraagd van, kunnen wij een sporthal hebben, want we hebben niks. En zo is ooit eens een keertje een sportzaal gemaakt, in circa 1972. Dat ging goed, het werd groter, op een gegeven moment kregen we 5 sporten in totaal. En ja, toen werd de sportzaal te klein. En zo zijn er wat pioniers opgestaan, waar ik eigenlijk nog steeds dankbaar voor ben. Die zijn van, ja mensen, we moeten gewoon een nieuwe sporthal hebben, want dit gaat niet goed. Peter Kraak, Gerard van de Steenhoven en Jan van Riet, die daar van ja, ons dank natuurlijk het voortouw hebben genomen. En daarnaast Edwin Goossens, die ook flink eraan heeft gerokken. Nogmaals bedankt voor alles. En Jan van Munt, ik zie hem daar al staan met een blinkende envelop. Zou graag ook nog even willen onderstrepen wat hij van dit project gevonden heeft. En graag even het woord aan Jan van Munt, directeur van Zwaluwe BV. Dankjewel, Johan. Ja, heel kort woordje, wij worden geachtig te bouwen en dan zijn we klaar. En dan kan iedereen ervan gebruik maken. Maar het is voor ons wel een speciaal project. We hebben met respect gekeken hoe zeg maar, goed wonen dit van de grond heeft getild. Met heel veel energie en heel veel doorzettingsvermogen. Aan ons is gevraagd om van begin af aan goed mee te kunnen denken van ja, hoe kun je toch voor een heel scherp budget een prachtige hal bouwen in deze tijd. Met z'n allen hebben we daar heel goed over nagedacht. We zijn flink aan de stoeien geweest met de mensen van Goed Wonen, met Hans Makaar. En uiteindelijk hebben we toch met z'n allen kunnen bewijzen dat we een prachtige hal hebben neer kunnen zetten. Vorig jaar september zijn we begonnen en dit is nu het eindresultaat. En we hebben gemeend om een leuk cadeau te geven aan eigenlijk de hoofdgebruiker die net aan het woord was. Voorzitter van Irundo, als ik u even bij mag hebben. Robert. Voor jullie als gebruikers van deze hal een kleine aanmoediging, ook het kader van het 40-jarig bestaan. En we wensen jullie heel veel succes en ja, samen met Goed Wonen heel veel toekomst hier in Zwaluwe. Hartelijk dank. Ik kijk eens aan, ik zie daar leuk bedrag naar voren komen. Waarvan, ja, eigenlijk zou ik zeggen, als woningcorporatie kun je dan niet achterblijven. En zoals je ziet sta ik hier prachtig met lege handen. Nou, mooi mis. Een goed gebouw heeft ook altijd een tijd van komen en een tijd van gaan. En daarom, als ik zometeen iedereen ga uitnodigen om naar binnen te gaan en te genieten van de sportpresentaties van Hirundo en Arendse. Als je de hal binnenkomt, kijk even naar linksboven. Daar hebben wij als Goed Wonen een virtuele klok aangebracht die niet kapot kan, omdat je er niet aan kunt zitten. Ik zou zeggen, iedereen een hele prettige dag toegewenst. Ga naar binnen, pak nog even een hapje en een drankje. En ga genieten van een heleboel sportende mensen die voor het eerst in deze geschiedenis van de sporthal in gebruik gaan nemen. Iedereen bedankt en ontzettend gefeliciteerd met dit prachtige project. Thank you.
Gustavo Lima.